Als ik mijn blad optil van de pers en ik zie dat die goed is, dan sta ik zo'n stukje boven de grond. Dan ben ik zo blij. Dat is echt zo kicken. Grafiek is een verzamelwoord voor verschillende vormen van drukkunst. En ik houd me hier specifiek bezig met het etsen. Ik tekende en schilderde graag als kind. Pas later ben ik amateurschildercursussen gaan volgen en dat ging hartstikke goed. En op mijn 32e kwam ik eraan toe om echt naar de kunstacademie te gaan. Nou, dat is een grote liefde geworden. Ik ben niet iemand die van tevoren een schets maakt en dat moet uitgevoerd gaan worden, letterlijk. Zo werk ik helemaal niet. En soms lees je belachelijke berichten en dan moet ik daar wat mee. Of hele mooie woorden, bijvoorbeeld het woord opgelicht, vind ik een heel mooi woord, heeft meerdere betekenissen. Of vogelvrij, of gewoon hele mooie woorden. Soms een gedicht, daar ga ik mee aan de slag. Bij de loodgieter hier in het dorp kan ik zink kopen. Dat laat ik op maat knippen. Die plaatjes die ga ik inlakken met een wasachtige laag die heel zacht is en ook heel kwetsbaar. Zo kan ik ook teksten erin gaan zetten. Maar je moet je wel bedacht zijn op het feit dat ik het tekenen in spiegelbeeld moet doen. Want druk is altijd omgekeerd op de afdruk. Ja, het is dat ik me zo aangetrokken voel tot teksten. Want het is een ramp om te maken. En iedere keer... Oh, van waarom doe ik dat toch? Eén vlaag van concentratieverlies en je zet een S achterstevoren of een E achterstevoren en dat staat zo slordig in de afdruk. Dus dat moet gewoon over. En daar ga ik met zo'n fijne staalpen en zo prik ik de lettertjes in mijn waslaag. Daar waar de laklagen intact blijven. Kan, als ik dat plaatje in een zuurbak leg, dan kan het zuur geen contact met het zink krijgen. Maar die plekken waar ik getekend heb en in feite de waslaag weer verwijderd heb, ook al is het een heel klein puntje, daar komt een reactie en in feite wordt het zink weggevreten. En zo ontstaat verdiept in de plaat mijn afbeelding. Ik voel mij wel een kind van zowel Rembrandt als Mondriaan. De Rembrandt, daarmee voel ik me ontzettend verwant. Want die man die liet zijn platen alvast etsen en graveren. Maar dan stond hij zelf te kijken van nou, het was nog net niet goed genoeg. En dan met een staalpen even gewoon uit de losse hand. Dus een nog wat krassen erin aanbrengen. En juist dan op die manier, dus dat niet echt mooi grafische. Maar dat hand erin, daar kun je zulke prachtige pluizige zwarte lijnen mee krijgen. Een bepaalde zwartheid en volheid. Ja, zo ben ik ook. En wat ik met Mondriaan gemeen heb, is dat we het overbodige willen weglaten. Hij heeft me daarin echt geleerd dat je met alleen een zwarte strepen en met een paar zorgvuldig gekozen vlakken genoeg kan zeggen. En juist ook daarin een harmonie kan vinden. Nou, ik wil dan niet altijd precies die harmonie hebben, maar wel een bepaalde stilte in mijn werk. Het mooiste compliment wat iemand mij ook zou kunnen geven is van, ik word stil van je werk. Ik werk wat dat wel wordt genoemd met een beperkt palet. Zwart, bruin soms erbij, blauw. Een klein rood streepje en een klein beetje geel. Groen, nou, niet eens altijd. En al die andere kleuren die de regenboog rijk is, laat ik weg. En dat heeft er meer mee te maken dat ik eigenlijk vind dat in de beeldende kunst werk schattig wordt, omdat er veel kleur in zit. Maar als je door je oogharen kijkt, dat dan de kleuren wegvallen, dan blijken die composities, nou... Te rammelen. En ik vind dat ik in die zin ook strenger van mezelf moet zijn. Dat ik in elk geval
mijn compositie goed heb, dat die in puur zwart-wit ook al goed is. En dan kan ik hem met een beetje kleur nog ietsjes accent geven, ietsjes frisser maken. Maar het moet niet een vervanging worden van, nou ja, of een wegmoffel maniertje worden. Dan vind ik het niet mooi meer. Dus het is ook die strengheid die zich in mijn werk manifesteert. Dan leg ik op mijn pers een patroonblad wat ik van tevoren gemaakt heb, met precies aangetekend welk plaatje op welke plek moet komen. Dan dat papier afdrogen. Dat moet ook weer, nou ja, dat is het ambacht, niet te droog, niet te nat zijn. En dan kan ik naar het volgende stadium gaan en gaan afdrukken. Ik werk zowel in opdracht als vrije werken. Het is alleen zo dat ik zo vaak opdrachten gehad heb, dat eigenlijk mijn werk vooral opdrachtgericht geweest is. En dan schakel ik bij mezelf wel iets uit, want dan ben ik in feite degene die het verhaal vertelt van mijn opdrachtgever. Wij zijn bijzonder gecharmeerd van het werk van Else. Omdat er in haar werk zo'n hele grote symboliek zit. En de etsen die hier achter hangen, daar werd ik ook helemaal vrij in gelaten. Het moest een portret van Dronten zijn. En ga je gang maar. Het is een vierluik geworden. Ze heeft dus Dronten eigenlijk samengevat in een vierluik. Ja, en toen had ik de legitimering om in de gemeentearchieven te gaan duiken. Nou, dat vind ik al heerlijk op zich. Een feest. Dat verband met de gemeente is ook weer dat Else zich bijzonder goed ingelezen heeft in Dronten. Wat is Dronten nu? Wat wil Dronten zijn? En daardoor ook weer kans gezien heeft om de karakteristiek van deze gemeente, die toch een heel bijzondere gemeente is, ook juist weer in deze werken samen te vatten. En het leuke is nu ook dat het eigenlijk een beetje een collector's item is geworden. Mensen kennen het vierluik hier vanuit het gemeentehuis. Mensen krijgen er één en vragen zich direct dan af van wanneer zou de volgende gelegenheid zijn dat ik weer zo'n deel van het vierluik krijg, omdat ik eigenlijk op den duur de hele serie compleet wil hebben. Op het moment dat ik het papier optil, dus het mooie moment, het genietmoment, dan is dat ook het moment waarop ik dat langzaam moet doen en de inkt de tijd moet geven om uit het zink mee met het papier omhoog te komen. Dat is het feitelijke moment van overdracht. Ja, en dan is het goed of is het niet goed. Het moment waarop ik een werk goed vind, is ook wanneer ik kippenvel krijg. En je kan nog zoveel weten over kunst en over compositieleer en dat vind ik eigenlijk helemaal niet meer relevant. Op een bepaald moment, als ik mijn blad optil van de pers en ik zie dat die goed is, dan sta ik zo'n stukje boven de grond. Dan ben ik zo blij. Dat is echt zo kicken. En dan is het goed. En als ik dat gevoel niet krijg, ja, dan moet ik nog eens even koffie gaan zetten en eens na gaan denken waarom het nog niet goed is. En dan moet ik doorwerken. Net zolang totdat ik echt zeg van yes, nou heb ik hem. Dat is hem. Hij is goed. Elke graficus die signeert zijn werk met potlood. Dat ga je niet al te nadrukkelijk doen met inkt of wat dan ook. Mijn werk, dat is mijn kind en die moet de wereld in. Ik vind ook dat mijn ruimte eigenlijk niet verstoord moet worden. Ik vind ook vaak dat mijn afdrukken zo mooi en zo serene zijn dat ik het zonde vind om zoiets plats als mijn eigen naam erbij te zetten. Maar ja, goed, dan wint toch de ijdelheid het wel weer, dat ik dan toch vind dat een niet gesigneerd werk niet de wereld in kan. MUZIEK